mensen helemaal vooraan dus in deze organisatie. Ja. Het wordt omdat het sneeuwtouw wordt genomen door de afgeleiding van Chris van den Bergen. Zevende ronde, volgende ronde, nieuwe premie, volgende ronde, premie opnieuw, bij de volgende ronde, premie dus, volgende doortocht. En altijd met z'n negen, afgesloten achteraan hier door de plaatselijke renner Kenny Constant. Onze zes achtervolgers, wellicht wel. We hebben opnieuw de chrono ingedrukt. 1 minuut was ongeveer het verschil bij de vorige doortocht. En als ik dan mezelf zie, ben ik toch maar heel gewoon. Ik ben een saaie kut. Kom, breed je type niet. Ik voel me soms zo slecht. Ik ben een koffie klein en toch zo dolgelukkig omdat jij van mij wil zijn. Waarom ik en niet de ander? Waarom ik die nooit verander? Waarom koos je mij?
Dus hij zag er wel rustig op het moment om op het punt ingelopen te worden door het grote peloton. Bij de zevende ronde. En dus bij de achtervolgers algemene gergroepering. Zodat onze koplopers dus nu nog met z'n negen voorop zijn op dat grote peloton. Einde zevende ronde. Goed, Janne! Jan, hoe is het met jouw kop? Kijken we hier vooraan zich weten te bevinden. Nog twee ronden wedstrijd, nog twee ronden. Met als allerlaatste daar Johnny Marchand en hier de achtervolgers. Met z'n vieren. Ja, Verbrugge lijkt toch vooraan. Negen samen, dus we gaan naar de allerlaatste ronde met de negen koplopers. Laatste ronde jongens, laatste ronde. One let the goal voor Sergio Moed. One let the goal, laatste ronde. Laatste ronde van de wedstrijd en de plaatselijke renner, ja, Kenny Constant, krijgt hier toch wat moeilijk. Moet hij afhaken. Misschien ik zal maar toetsen van beneden. Ja, graag ook even die even voor de mensen.